Lange benen, dunne armen, niet zo lenig, ik kom harder naar je toe. Symmetrisch en zo esthetisch. Ik sta op je netvlies. Ik ben precies wat ik bedoel. Ik ben de leptosoom, durf te vragen zonder schroom, mysterieus en ambitieus ben ik de leptosoom. Ik ben mijn zoektocht naar mijn lichaam begonnen bij anderen. Ik keek naar ze en ik vergeleek mezelf met ze. En ik kwam tot de conclusie dat zij met meer waren. Jullie zijn met meer. Ik heb geen. Ik heb geen hoa, 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 ha! Dat heb ik niet. En ik heb ook geen. En op de dansvloer ben ik meer van. Gelukkig ben ik niet alleen. Er zijn er meer. Er zijn mannetjes leptosomen, er zijn vrouwtjes leptosomen. Er zijn een hechte community. Er is een app. We zijn ook op zoek naar elkaar. Zo ben ik momenteel op zoek naar een vrouwtjesleptosoom. Mooi, mooi dun vrouwtje. En niet met van die. Gewoon klein, beschaafd. Twee ertjes op een snijplank, prima. Maar dat is niet makkelijk. Vrouwen hebben idealen. Schoonheidsidealen, ze willen schoon zijn. Schoon. Ben ik schoon? Is dit schoon? Ben ik schoon? Ja. 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 Ja, dat dacht ik ook. Maar het is niet makkelijk. In mijn opinie heb je schoon en vies. En schoon ben je als je een lekker warm bad neemt, je lekker schopt en poetst en helemaal fris bent, dan ben je schoon. En je bent vies. Als je naakt door modder en regen en urine, alles, dan ben je vies. Meer is er niet. Schoon, vies, dat is het enige. Nou, tot nu toe heb ik nog geen succes gehad met vrouwen, vrouwtjes. Vrouwtjes heb de zomer. Misschien ben ik te narcistisch. Ik citeer graag, maar vooral mezelf. Ik citeer graag mezelf. Eenzaam. Wacht ik op de schemering. Verschuil me in de kloof van de nacht. Ik ben niet bang te zijn, maar bij aanraking huiver ik. Jan Hoekstra. Ze noemen mij vaak een houten klaas. Een dunnetje, een sliert, een twijg, een tak, een sliert. Maar ik kan 3 weken naar de McDonald's zonder aan te komen. Alle dikzakken willen op mij lijken.
Maar misschien zit hier wel iemand. Zit hier een vrouwtjes laptop zo? Jij. Yeah.